Een van de interessante problemen in ons vakgebied is het probleem van de leercultuur binnen een organisatie. En dat wil ik graag op de volgende manier laten zien. We hebben hier twee organisaties, gelijk van grootte, kunnen twee ziekenhuizen zijn, kunnen twee banken zijn, twee overheidsinstellingen, twee productiebedrijven. En die organisaties willen wat. Dat kan zijn meer klantgericht werken, meer patiëntgerichte zorg, minder afval produceren, minder klachten, noem maar op. En heel vaak gebruiken we daar een cursus of een opleiding voor om het voor elkaar te brengen, om dat proces in gang te brengen. Dat gaan we hier ook doen. Het allerbelangrijkste van die organisatie is natuurlijk de mensen die er werken. En die hebben meegebracht een hele emmer vol. Medewerkers komen 's ochtends op hun werk en gaan aan de slag. Het gebeurt ook in deze organisatie. Mensen uit deze organisatie gaan als eerste naar de training. Een trainer bereidt zich voor op het voorlopige programma. We stellen mooie programma's samen. We maken gebruik van de laatste expertise op het vakgebied. Heeft er echt zin in. Een groepje medewerkers gaat naar het cursuscentrum, naar het conferentieoord, ontmoeten ze trainer, werken samen. Krachtig programma, werken goed samen. Mooi resultaat, gaan terug naar de werkomgeving en dan gebeurt er dit. Ook deze organisatie heeft afspraken gemaakt. Ook hier is de trainer, bereidt zich voor op het programma, maakt gebruik van de laatste expertise, een mooie handout gemaakt, heeft er zin in om aan de slag te gaan en er is een groep medewerkers uit deze organisatie gaat naar de conferentieoord. Ze werken samen, interactief programma, hoge kwaliteit, wordt veel geleerd. We zien ook dat mensen echt veel opgestoken hebben, gaan terug naar een organisatie en dan gebeurt er dit. En het is interessant dat we hier een programma hebben van hoge kwaliteit, terwijl het in de ene organisatie een groot effect teweeg brengt, terwijl in de andere organisatie eigenlijk nauwelijks te merken is dat er verandering plaatsvindt. Maar wat je zoals vaak ziet, het was een goed programma. Mensen hebben er enthousiast over verteld. Dus er is nog een tweede groep die er naartoe gaat. De trainer is natuurlijk hartstikke blij dat hij teruggevraagd wordt. Werken weer samen, mooi programma, hoge leerresultaten bij de medewerkers. Het probleem is echt, als die medewerkers teruggaan, dan vinden we heel weinig terug van het resultaat. En zelfs na enige tijd is het resultaat nauwelijks meer zichtbaar. Waar ligt het nou aan? Het ligt niet aan de expertise die we gebruiken. We maken gebruik in het programma van de beste laatste inzichten in het vakgebied. Het ligt niet aan de trainer. We gebruiken dezelfde trainer die zeer ervaren is en heel goed met een groep kan werken. Het zit niet in het cursusontwerp, want dat hebben we gezien dat het een paar dagen tijd in staat is om nieuw gedrag bij mensen teweeg te brengen. Het grote verschil zit hem in op het moment dat medewerkers teruggaan naar een organisatie hier. Dan zien we in deze organisatie een leercultuur die erop gericht is om die nieuwe bekwaamheden actief op te pakken en voor te zetten en verder te ontwikkelen. Je zou kunnen zeggen dat het leren in deze organisatie op een natuurlijke manier doorgaat. Deze organisatie is ook sprake van een leercultuur, maar die werkt averechts. Die werkt zelfs destructief op de nieuwe informatie, de nieuwe bekwaamheden die hun intrede doen in de organisatie. En na een tijdje is er zelfs niets meer van te merken. Ook al wordt het programma hoog gewaardeerd en gaan er zelfs meerdere groepen naar zo'n cursus toe. Je zult hier weinig verandering teweeg brengen. Het heeft dus alles te maken met de kwaliteit van de leercultuur binnen de organisaties. En daar moeten we ook onze interventies op richten, om die zodanig in te richten dat dat leren doorgaat en dat er meer effect te bereiken is van de inspanning van formele opleidingen. In deze organisatie met een destructieve leercultuur, daarin kun je zoveel aan opleidingen doen als je wilt, het zal weinig effect hebben. Daarom is het de moeite waard om op dit onderdeel verder in te zoomen en het nader te onderzoeken.